Voor RTV Eimond ga ik op zoek naar verhalen van mensen zoals jij en ik. Ik praat met hun over leuke babbels. Ik ben vreselijk veel gereisd. Mijn zoon zat toen de tijd in Australië. Nou, de eerste keer dat we weggingen zijn we er 4 maanden geweest. En soms wat krabbels. Zijn jongste broertje heeft hem hier doodgevonden aan de tafel. Oh. Ja? Met het verslag van Ajax Forum. Welk pad iemand ook bewandelt. Had je ook vroeger veel, hè? De 5-dorpenrit en de 7-dorpen. En ja, zelf was de, hoe heet het, de 11-stedentocht. Heb ik 1 gemereden, maar dan was het even te lang. Ieder heeft zo zijn eigen verhaal. We hadden hard gelopen en ik sta bij de kerk om te kijken of iedereen er is. En in één keer zeg, krijg ik toch een draai om mijn oren. Oeps, ik stond helemaal meteen andere kant op. Gaf meneer Gleeman een draai om mijn oren en zei, doorlopen. In elke aflevering stelt iemand zich aan u voor. Ik ben Jan Duin, geboren 14-1-39. Ik kom uit een groot katholiek gezin. Zoals het toen eigenlijk betaamde bij de katholieken. We waren heel grote. En ik dus ben een geaarde Heemskerker. Want uit wat voor gezin komt u? Ik kom uit een gezin en we hadden 12 kinderen. Ik ben de ene oudste. Er waren natuurlijk woningproblemen in die zin van ja, een huisje waar 12 kinderen in kunnen. Dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Ja. Ik ben geboren aan de Kerklaan. Kerklaan 17. Dat is dus nu een huisje wat momenteel gerenoveerd wordt. Dat is tegenover de Maria-school, waar jullie keurig netjes je uitzending verzorgen. Dus dat is een heel klein huisje. Mijn vader werkte op de toenmalige hoogovens. Wij verhuisden op verzoek van Pastoor van der Nouweland. Is mijn vader in de oorlog beheerder geworden van het KSA-gebouw. Dat was een gebouw waarin de katholieken over het algemeen, want het Heemskerk was een katholiek dorp, zijn culturele activiteiten hield. Er was ook een café, annex café. Daar was een huisje bij. Wij verhuisden daarna en ik moet zeggen dat dat toen een behoorlijke impact gehad heeft op ons, want we werden ook geconfronteerd met allerlei mensen die onder het toneel verscholen waren. Mijn vader die heeft gezorgd voor onder andere een eetgelegenheden voor kinderen. Hij heeft toen gezorgd voor allerlei activiteiten. Ja, het zat dus ook in de verzetsgroep rond de katholieke geestelijkheid. Vooral kapelaan Huibom was daar de animator voor. Dus wij hebben dus bijvoorbeeld als er een activiteit was en we moesten de zaal aanvegen. Nou, daar waren dan ook Joodse mensen die vanuit die hielpen dan ook mee. En wij noemden ze dan maar omen. Hè? Om die en om die. En na de oorlog, 1,5 jaar heeft mijn vader toen daarna nog beheerder geweest. Toen is mijn vader weer teruggegaan naar de Hoogovens. En dat werd overgenomen door Jan Kloes. Jan Kloes is een bekende naam in Heemskerk. Mijn vader ging naar de Hoogovens en wij verhuisden en naar de Breslaglaan 10. Dat huis bestaat nog. Mijn vader kon dat toen de tijd kopen voor 3000 gulden. Maar hij was ridder te voet, want zoveel kinderen, want ieder jaar verschenen wel weer een kind, om het zo maar eens te zeggen. En dat was een huisje die nu ook nog steeds keurig gerenoveerd is. En ondertussen €250.000 heeft opgeleverd de laatste keer. Dan denk ik, ja. Dat is iets meer. Ja. Dat is ietsje meer. Daar was een hele mooie grote tuin achter. Dat was echt en dat grenzen aan weer een gewone tuindersgebied. Waar nu natuurlijk allemaal woningen staan. En wij hadden daar een grote hoeveelheid activiteiten. Want in de omgeving waren dus hele grote gezinnen, heel veel grote vriendenclubben.
En ja, als je dan thuis komt van school, dan zei zijn moeder, nou, je gaat eerst even een kwartiertje met je zusje wandelen, want die lag in de wagen. En de rest buiten spelen, want ja, binnen kon het allemaal niet, want één binnen was een klein kamertje en er was een kachel en er stond altijd de rek om van het kleren. En nou, dat was nou eenmaal zo. Dus het was altijd buitengewoon sfeervol, want ja, bij ons in de buurt was een gezin van 16, 17 kinderen. Hè? Ja. Nou, Van der Kolk, Denneman, Spanjaard. En dan gaan ze maar door. Dat waren echt een grote familie. We verzamelden altijd onder de lantaarnpaal als het al wat donkerder wordt. Zei mijn moeder altijd van, ja, als de lantaarnpalen aangaan, dan kom je wel thuis. Hè? Maar voor de rest was dat nou ja, redelijk ja, wel met elkaar omgaan. Maar we organiseerden ook sportwedstrijden, een rondje om de Jan van Kuikweg rennen. Dat was altijd een heel amicale groep. En ik heb daar altijd met ongelooflijk plezier aan mijn jeugd, denk ik dan terug. Dat is echt bijzondere, sfeervolle. Mijn moeder was altijd even lief. En, kijk, mijn vader die werkte altijd. Mijn vader was een echte werkman. Hij zat ook in allerlei activiteiten. Hij was ook lid van de raad geweest. En ik heb dus niet van een vreemde, want dat heeft mijn vader mij altijd voorgehouden. Dus ik moet zeggen dat ik een fantastische herinnering heb aan mijn jongste jeugd. Jongste jeugd, ja. 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 Erg druk met zo'n grote... Heel veel drukte. En op latere gebeurde het natuurlijk ook wel dat al mijn zussen... En ik had er vijf zussen en zeven jongens, dus ik had zes broers. Die gingen, als ze 20 waren, zeiden ze, moeder, tabé, ik ga het lekker trouwen. Ik heb een vriendje en die kan het zelf wel, want ja, wat ik hier allemaal moet doen in dat grote gezin. Ja, ja, dus al mijn zussen zijn rond 20 jaar. Als je nu een meisje van 20, ik heb ook wel eens een nichtje van 20. Nou, dan denk ik, hè, ben je dan al getrouwd? Nou, ja. Al mijn zussen waren al de deur uit, rond hun 20ste verjaardag. De jongens hadden wel een taak, die moesten natuurlijk ook wel eens hout hakken of de aardappels uit de kuil halen en de kolen scheppen, 's winters, de kachel aanmaken. Al dat, laten we zeggen, afwassen, wassen, weet ik het al, strijken, nou, dat kwam allemaal, toch mijn zussen over het algemeen, want dat was geen jongenswerk. Fietsen maken, dat deden de jongens, enzovoort, enzovoort. En ik moet zeggen, ja, het enige handicap was, ja, we hadden het niet breed. Dat is een heel duidelijke zaak. Nou, armoe is dat niet, hè? Is dat niet geweest. Maar we hadden het niet breed. Nee. En toch ging dat altijd wel goed. Mijn moeder, later ging mijn vader wat meer verdienen. Dat ving hij één keer in de maand. En dan... stuurde hij de jongens erop af om alle schuldeisers die alles al opgeschreven had in de loop van de maand. Die schreven dat in een boekje en dan zeiden ze, nou kom het einde van de maand maar betalen. Maar ja, dan hadden we bij een schuld, laten we zeggen, 50 euro staan. Dan kreeg je 25 gulden mee. Oh ja, 25 gulden mee. En dan zei ik, ja, nou, ik kreeg meer van mijn moeder, heb ik niet meegekregen. Ja. Ja, nee, bleef er nog 25 gulden staan. Ja, zo gebeurde het. Ja, ja. Maar altijd met eten enzovoort. Mijn vader komt uit de Muiden en die had wat oude vriendjes bij de visserij. En dan kom je weer met een maatje school thuis. En dan kom je weer met, dus die werd altijd wel, was dat toch wel iets bijzonders. En ja, wij hadden toen natuurlijk ook nog de katholieke bakkers. Hè? De katholieke kruidenier, katholieke slager. En je ging niet naar een andere, niet naar een anders geziende... Nee. Bakker of... Nee. En dan had je twee of drie katholieke bakkers. En dan de ene haalde je dus de ene week. Andere week bij de volgende bakker. Ja, anders kreeg je natuurlijk grote problemen. Ja, ja. Je moest allemaal een beetje tevreden houden. Ja. Dus dat is wel iets bijzonders, hoor. Ja. Dus dat heeft me altijd
gefrappeerd. Mijn moeder die was er na 7 dagen was al door de geld heen. En dan moest ze nog de hele maand door. En dan zei ze van, nou, ik schiet gebikken aan de heilige Antonius. En nou, dan komt dat wel in orde. En dan kwam ze thuis en dan vond ze weer vijf gulden ergens. En dan zeg ik, oh ja, zie je, Antonius was dat weer. Ja, maar slordig was ze. Ja. Maar lief. En wat heeft u nou van uw ouders meegekregen, waar u nog steeds aan denkt? Nee, voor een hele voorname plaatsing. Ik was 75 geworden en toen heb ik een ontbijtsessie gehad met mijn broers. Alleen met mijn broers. Dus we waren met 7 jongens. Die hebben hier heerlijk om 9 uur 's morgens kwamen ze dus ontbijten. En een van de vragen die toen gesteld is van, nou, wie denk jij nou dat je lievelingskind was van je moeder? Nou, en iedereen zei, ik was echt het lievelingskindje. Ja, en dat zeiden ze allemaal. En dat tekent zo de positie van mijn moeder daarin. Dat was gewoon een heel lief mens. Kijk, ze zei ook altijd van, nou, de mensen zien niet hoe slordig het is en weet ik het wel, dat liet ze er altijd maar. Maar wel de contacten en onderling, ze liet het vallen als er visite kwam, oké, waar ze mee bezig was. Maar haar handen gingen altijd, ze was aan het breien of wat kousen stoppen of weet ik het wat. En zodra er iemand kwam of een praatje te maken of een kind of wat, dan ze gooide de zaak aan de kant, want ze onthouden wel hoe lief ze waren, maar niet hoe schoon het was. Nou, daar heeft ze helemaal gelijk in gehad. Ja. En mijn vader was altijd een noeste werker. Hij heeft een hele tijd in ploegendienst gewerkt. En dan kwam je rustig om 10:30 van de middagdienst thuis. En dan kwam je 's morgens beneden en dan was de hele kamer behangen. Dan ging je gewoon naar zijn. Ja, dus een woeste werker en ook een heel sociaal mens, ja. Hij is toen belangrijk in de KB geweest, in de organisatie. Daar vanuit is hij ook in de raad gekomen. Want ja, toen was het allemaal nog. De LTB'er moest erin, er moest een KB'er in enzovoort. Dat was, en allemaal die katholieken hier, die maakten gewoon eigenlijk de dienst uit. Hè? Ja. Want ja, het was een absoluut katholiek dorp. Ja, en nou ja, de anders gelovigen of anders denken, een niet-gelovige, die hadden toch altijd een oogje ergens op. Denk je altijd van, ja, die katholieken, en andersom ook hoor, dat was niet altijd een echt hele fijne ecumenische relatie of zo hoor. Dat was niet het geval. Nee, absoluut niet. Dus, ik zat dus natuurlijk op de jongensschool, de Jozefschool, ja. Dat was natuurlijk, de jongens gingen naar de jongens, naar Jozefschool en de meisjes gingen naar Mariaschool. Ook heel bijzonder, want ja, meester Galee was daar de belangrijkste schakelfiguur als hoofd van de school. Was een dictatoriale man, mag ik rustig zeggen. En we moesten de wind onderhouden, want het was natuurlijk een chaos bij die jongens allemaal. Hè? Die dan schitterden door afwezigheid, omdat er aardbeientijd was. En die tuiners bleven dan gewoon jongens thuis, want ze moesten aardbeien plukken. En hij was daar heel hard mee bezig. En hij was. Nou ja, ik denk dat 50% de man waardeerde en 50% had eigenlijk een gigantische hekel aan die man. Die heeft, ja. En aan welke kant zat u? Ja, ik had wel een oogje op hem, maar ik had altijd, af en toe had ik toch wel begrip voor hem, dat hij toch heel hard moest optreden. Wij gingen natuurlijk iedere morgen naar de kerk, iedere morgen. En dan stuurde hij al een van zijn leerlingen die al in de kerk zat, naar via de Marelaan en via de Kerklaan. 2 jongens, die stuurden om 7:50 stuurde hij al de kerk weer uit om te zeggen van, ga de mensen maar aanmoedigen dat ze op tijd daar zijn. Dus doorlopen. Dus kinderen moesten gewoon naar de kerk toe. Eigenlijk, dus alle
kinderen. En met Sint-Nicolaas zei de Sint altijd van, nou, die is zoveel keer naar de kerk geweest, die is zoveel keer naar de kerk geweest, die is zoveel keer naar de kerk geweest en die is zoveel keer naar de kerk geweest. Dus wij hadden altijd, 362 keer naar de kerk geweest. En dan ken je de grootste, dikke missaal die je maar kon krijgen van de Sint als waardering. Dus er zit een bepaalde indoctrinatie in dat geheel. En dat is natuurlijk, toen de autoriteit in de jaren 50 en 60 werden geslacht, was dat wel een van de eerste punten natuurlijk. Hè? En Heemskerk werd toen natuurlijk ook wel veel groter. Ik was al snel aan het werk gegaan. Als 16-jarige jongen wilde ik... Ik zat op de MULO, zoals het heet. ULO heette het toen nog. Toen zei ik, nou, ik heb helemaal geen zin meer. Het ging ook niet goed. Toen zei mijn vader, nou, je mag wel van school af, maar dan moet je eerst een baan zoeken. Nou, ik stapte op mijn fiets. En ik stapte bij Stoutenbeek binnen. En Stoutenbeek was een grote wooncentrum. En die zei, je kan beginnen. En ik was 1 augustus 55 ben ik begonnen. Dus ik was 16 jaar. En dat was dan 5,5, dus bijvoorbeeld dinsdagmiddag waren we vrij, dus 5,5. En we begonnen om 8:30 en om 6:00 was de winkel gesloten. 5,5 dag, hè? Ja, en dan dien je 85 gulden in de maand. Ja, 85 gulden in de maand. Nou, dat gaf ik natuurlijk meteen aan mijn moeder, want ja, dat was gewoon zo. Ze zei niet van Jan... Ja, nu is dat natuurlijk helemaal geen geld, maar was dat vroeger wel redelijk betaald? Wel voor het aantal uren die je maakt, was dat natuurlijk niet echt veel. Maar het is wel zo dat je na iedere 2 maanden kreeg je bij wijze van spreken een tientje bij. Oh. Ja. Ja, als je, kijk, en na een jaar kreeg je ook nog eens een keer een bonus. Maar ja, goed, als het dan weer 100 gulden was, dan was het natuurlijk wel geld. Ik heb er altijd met ongelooflijk veel plezier gewerkt. Het is een hele mooie zaak geweest. Hele mooie spullen, altijd top gewoon. En ik moet echt zeggen dat ik daar echt met heel veel plezier, heel veel fijne collega's altijd gehad. Heel veel jonge groepen, jonge mensen toen... Na de oorlog werd het echt een groeizaak. En er waren heel veel jongelui en waar we ongelooflijk veel plezier mee gehad hebben. Dus ik heb er altijd weer met heel veel plezier ook gewerkt. Maar vanuit het werkzame leven kwam ik al gauw in de organisatie van de Katholieke Arbeidersjongeren. Ik werd daar toen voorzitter van. Na mijn diensttijd ben ik ook... ik was 21 maanden in dienst. Dat was voor mij ook heerlijk om ook uit dat gezin weg te gaan. Je eigen persoonlijke ontwikkeling heeft me daar echt goed bij geholpen. Ik werd toen lid van de vakbond van de HKW. Dat is de handel, kantoor en winkelpersoneel. En bestuurslid van de KVP. En toen was ik 26. En toen werd ik gevraagd als raadslid voor de KVP. Dat heb ik gedaan. 8 jaar lang. Ik ben inmiddels toen de tijd getrouwd. De burgemeester Niele die heeft jongste raadslid van de Engels, grote. Ik werd getrouwd door de burgemeester Niele natuurlijk. Maar ja, dat hoorde zo. Wij hadden een gezin, kregen we natuurlijk. Ja, ik kreeg 3 kinderen. 68, 70 en 73 zijn die geboren. En dat is allemaal goed verlopen. Alleen had de middelste een grote afwijking aan zijn hart toen hij geboren is. Grote afwijking, de transpositie van de aderen. Dus de aderen van zijn longen zaten aan de verkeerde kamer. En van
de doorstroming van het bloed, die zaten aan de andere kant van de... En dat was... Die is dus de eerste dag na zijn geboorte is hij al met loeiende sirene waarin ik zat. En het is nog een redelijk ziekteproces van 5 jaar toen hij de definitieve omleiding pas kreeg. Dus dat is een... hij is toen als... En we waren toen wel ook wel voor gewaarschuwd dat ja, bij zijn puberteit dat die aanhechtingen van zijn hart en zo, dat is eigenlijk door varkensblaas ontstaan. Dus ze hebben de varkensblaas gebruikt om die aanhechtingen te maken, die nieuwe aanhechtingen. En toen zeiden ze, nou, in zijn puberteit kan het wel eens zo zijn dat ze afscheuren, want die groeien niet mee in zijn hart. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Dus zijn jongste broertje heeft hem hier doodgevonden aan de tafel. Oh. Ja. Met het verslag van Ajax Forum was je aan het lezen waarschijnlijk. En het is gewoon radicaal gebeurd. Ik ben daar heel doodziek van geweest. Niet alleen ik hoor, maar... Dus dat heeft me maanden gekost, eerlijk gezegd. Dus ja, dat blijft gewoon een moeilijk deel van ons leven wel. Maar we zijn toch niet... je kan ook verzuren en weet ik wat. Dat is gelukkig niet gebeurd. Want ik was op zichzelf... kon ik nog wel weer de activiteiten opnemen. Onder andere heb ik eigenlijk ook wel heel veel voor de sport gedaan. Na mijn raadsperiode van 8 jaar, toen heb ik eerst even een tijdje gefreewheeld natuurlijk. Want ja, ik moest de verwerking van mijn zoon dus allemaal verwerken. En toen ben ik gevraagd als jeugdvoorzitter van ADO. Dat heb ik gedaan. En daarna ben ik voorzitter geweest van ADO. Moeilijke en hectische tijd. Was zo dat wij... ADO was een van de grootste verenigingen toen in Nederland. Het uitbrengen van de hoogovens natuurlijk. Er was allerlei mensen terechtgekomen. Dus de voetbalclub was bijzonder populair. En we hebben daar toen bestuurlijk een conflict gehad. We hadden een beleidsnota. Ik had hem wel geschreven, een beleidsnota geformuleerd. En toen was het zo dat wij, ADO had een betaalde trainer. Eerst Pieneman, toen de Lange van Vianen uit Den Haag en toen Kistenmaker. En toen de herbenoeming van Kistenmaker aan de orde was, vond ik dat dat niet strookte met de beleidsstructuur. En ik, terwijl ik een hele goede relatie had met Kistenmaker, vond ik dat hij dus niet paste bij ADO. Er is een conflict ontstaan in het bestuur. Ik heb dat niet gewonnen. En na 2,5 jaar heb ik gezegd, nou oké, daar scheiden onze wegen. Ik heb daar dus zonder ruzie, maar gewoon, ja, ik kon me daar niet mee verenigen. En er is toen een nieuwe voorzitter gekomen. En die heeft dus het contract dus verder verlengd met Kistenmaker. En die is allemaal zo gegaan. Dus dat is de ADO-periode. Toen ben ik 11 jaar lang bestuurslid geweest van de Haarlemse Voetbalbond. Er waren toen 20 districten binnen de KNVB. En Gerda gaf me de vrijheid om dat te doen. Ik had ook zelf veel klusjes. Had 's avonds ook de nodige dingen te doen. En we hadden 3 kinderen. Dus die had ook de handjes aan vol. En ik vond het prima als ik 's avonds gewoon ook de dingen deed. Want hoe heeft u uw vrouw destijds ontmoet? Via Stoutenbeek, een heel verhaal is dat eigenlijk. Nou ja, heel verhaal. Haar moeder en haar zusje kwamen bij ons in de winkel. En die heb ik ontmoet, die heb ik getracht iets te verkopen. Dat is ook wel gelukt. En die hadden een feestje en toen zei Marianne, dus haar zusje van Gerda, ik heb een leuke jongen bij Stoutenbeek ontmoet. Misschien wil die ook wel op het feestje komen. Nou, Gerda zegt, nou, weet ik dat nou?
Marian zegt, dat gaan we wel vragen. Nou, en zo is het gekomen. Zij vroeg mij en een collega van mij, die heb ik meegenomen in het buitenhuis. En toen zijn we naar dat feestje van Gerda gegaan. En een verjaardagsfeestje in de school tegenover de kerk waar ze woonden. De Beverwijk en de Arendsweg. Mijn vader was half koster en half bakker. Bakker vanwege de kinderbijslag. En hadden een zaak op het hoekje, een religieuze zaak met allerlei religieuze dingen. Verkochten ook sigaretten, hadden een luikje waar je altijd nog kon kloppen en je sigaretjes kon kopen. En ook tijdens de zondagen, ja. Dus, en nou, van het een kwam het ander. Dus we zijn getrouwd. En dat is echt een, nou ja. We zijn 150 jaar getrouwd geweest. Oh, dus, okay. Dan zit dat wel, dat zit wel goed. Ja. Maar had u meteen in het begin zoiets van, nou, dat zou er wel eens kunnen zijn? Nee. Oké. Nee. Nee. Kijk, ik was niet de jongste dus meer, hè? Want ja, nee. Ik was 26. Dat was niet liefde op het eerste gezicht in die zin. Nee, we zijn een paar keer aan het uit eten geweest. We hebben een paar keer een weekendje meegemaakt van de werkende jongeren in Bloemendaal. Dat was een tehuis en daar had ik een keer meegenomen. Ja. Nee, het is meer een groeiproces geweest dan zeggen van gewoon liefde echt op het eerste gezicht. Een ander facet wat ik dus misschien toch nog wel wil memoreren. Is feit. Ik ben nog een paar jaar lang voorzitter geweest van Donkey. Donkey Shot was bij ons hier in Heemskerk een afsplitsing van een buurthuis, de Zandkraai. De Zandkraai, en er waren hele grote groepen jongens en meisjes. Tenminste, Heemskerk werd al steeds groter. Vele jongelui. Eigenlijk naar verhouding was het een hele jonge gemeente geworden. Ik ben geboren 3.500 inwoners, daarna 5.000, daarna 10, maar dat ging al gauw door naar 20. En er waren natuurlijk behoorlijke grote groepen jongeren. Die wilden wel wat anders dan het buurthuis waar ze een biljartje konden plegen enzovoort. Ja, er waren hele grote groepen die de tijd van 68, waar revolte was, niet alleen in Heemskerk, maar ook in Amsterdam en waar allemaal. En het was ook in Heemskerk een afspiegeling, een flauwe afspiegeling. Maar die jongens waren niet meer te handhaven in het normale buurthuis. Ze schopten problemen. En inmiddels was de oude Jozefschool, waar de jongensschool, die waren leeggekomen van het onderwijs. Die wilden, nou, dat was geen haalbare kaarten meer. En toen is Donkey daar gegaan. De gymzaal is een groot podium gekomen. Is een grote. Er was van alles te doen. Er werd ongelooflijk veel concerten gegeven. Herman Brood, van alles. En dat was op zichzelf een hele moeilijke constructie. Er waren wel 3 fulltime mensen in huis. En die organiseerden het eigenlijk ook wel, hè. Maar er waren natuurlijk ook heel veel vrijwilligers. En die vrijwilligers, dat was natuurlijk. Dan moest je echt op zijn kop zitten. Want degene die bardienst hadden, dat moest allemaal weer verantwoord worden. Nou, en dat ging niet altijd even soepel. Dat was wel, wij dachten wel eens dat de helft van de omzet is de donkere maand. Ja, ik wil het niet zeggen, maar in ieder geval. Het was ook een losgeslagen jongeren. Ja. Verdovende middelen, van alles. En we hadden natuurlijk, ik was toen als opvolger van het Veer. Ja, hij was journalist in de krant geweest, maar hij ging verhuizen. En toen ben ik voorzitter geworden van die club.
bestuurlijk op afstand. Wij stonden als bestuur op afstand. Maar ja, we hadden wel de grote lijnen. De vertegenwoordiging naar de gemeente toe. De overleg altijd met de gemeente. Overleg met de burgemeester over het drugsbeleid. Die waren natuurlijk gezegd van bij ons in Heemskerk geen drugsbeleid. Terwijl van de toenmalige wethouder, ik zal geen namen noemen, want anders krijg ik nog een ruzie ook. Oogluikend een eigen huisdealer hadden aangesteld. Waarvan de wethouder van wist, maar de burgemeester waarschijnlijk niet. Als u kijkt dan. Dus ik zie. Dat was ook zo. En daardoor konden we allerlei andere activiteiten met harddrugs zoveel mogelijk buiten de deur houden. Zoveel mogelijk. Hè. Ik moet zeggen dat dit besturen van de Don Quixote een van mijn hoogtepunten is van mijn organisatie. Ik vond het zo mooi, indrukwekkend en zo. Ja, ik was er dag en nacht mee bezig, bij wijze van spreken. Zo, dus ik heb het ook niet echt veel lang volgehouden, omdat het lichtelijk uit de klauw liep en dat het ontoelaatbaar was voor de gemeente. En de gemeente heeft toen gezegd, oké, de bezemer door, en toen is dat opgegaan in de stichting die daar verantwoordelijk voor uit de gemeente was. Andere mensen kwamen er en de bezemer ging door. De zaak moest gesloten worden, bij wijze van spreken. En dat is toch eigenlijk. De hectiek was ook een beetje weg. Hè? Dus de ontwikkeling van de jongeren. Die waren ook. Ja, was een beetje in een. En er kwamen niet echt veel andere jongeren voor in de plaats. In de zin van. Of die gingen wat netter doen. Hè? En die, daar kwam dus ook weer een andere dansgelegenheid en daar trokken de jongelui bij. Dus het liep ook een beetje dood. Dus het was voor beide kanten nuttig en noodzakelijk dat die zaak ook gefuseerd werd. Ja. Maar het was voor mij toen echt een hectische, mooie. En ik voelde me gewoon ook, ik deed iets voor de jongeren. Ja, want ik deed het niet voor mezelf. Ik deed het echt voor de jeugd, om het zomaar eens een keer te zeggen van Heemskerk. En die hele ontwikkeling van Heemskerk, dat is toch eigenlijk bijzonder. En dat denk ik ook toch, een van de mooiste punten is toch eigenlijk de groene gemeente Heemskerk. Die dus ondanks alle hectiek van opgedragen woningbouw van de provincie en opgedragen, altijd nog steeds keurig netjes in het groen gebleven is. Die groenstrook is nog steeds heilig binnen de gemeente. En daar mogen we de burgemeester wel heel dankbaar voor zijn. Die ook toenmalig gezegd heeft van oké, bij iedere nieuwe woningbouwproject moet er ook geld komen voor de kunst. Dus er werd ook heel veel kunst hier geplaatst. En ook hier in de Baandert bijvoorbeeld. Heel veel kunstwerken die echt. Ik heb altijd bijzonder heel fijn in Heemskerk mogen wonen. En ik heb er daar mijn steentje aan bijgedragen, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Jan, je kan wel zien dat je in een meubelzaak hebt gewerkt. Want jullie zitten er prachtig bij zo. Ja. En we houden eigenlijk al van dat strakke. Hè? En dan denk ik, het moet toch altijd. Maar waar ik nu in zit, dat is heel bijzonders. Want dit is natuurlijk hoort niet bij mijn echte interieur. Maar er zit een verhaal aan. Toen ik voor het eerst in de raad zat, dus ik was 26, bij de volgende verkiezingen, 4 jaar later, ging de raad van 12 raadsleden naar 16. En die konden niet meer in het oude gemeentehuis vergaderen. Die zaal was te klein. Er konden geen stoelen meer bij, kon helemaal niks meer. En het was al krabbehuis. Alle gemeentelijke diensten zaten al in noodlokalen, allemaal gebouwd. Dat was het plan. We gingen dus verhuizen naar de kerkzaal in de Morgensterkerk hier in Heemskerk. Daar werden vergaderd. Maar die stoelen die we daar in het oude gemeentehuis hadden, die werden dan gewoon op een hoop gegooid en afgevoerd. En
ik meldde me meteen. Want ik vond deze stoel, die vond ik zo, ja, het is een bijzondere stoel. Daar heb ik altijd in gezeten, 4 jaar lang in gezeten. En ik zou het wel heel leuk vinden als ik die stoel... Nou, was geen bezwaar. Ik kon hem komen halen en nou, ik deed dat meteen. En ik heb sinds, toen was ik 30 jaar. En toen heb ik deze stoel, die stoel is dus al gigantisch oud. Hè? Die is al 40 jaar, heb ik hem in bezit. En hij zit nog altijd prima. Hij is al wel versleten, want ik heb er nog nooit wat aan gedaan in de oorspronkelijke staat. En ik, ja, die stoel, heerlijk. Ik heb hem boven staan, lekker voor de computer. Ik zit er lekker op. En die hebben we dus eventjes vanwege dit verhaal eventjes naar beneden gehaald om erop te komen zitten. Ik was in de gelegenheid toen ik 58 was om met de fut te gaan bij Stoutenbeek. Stoutenbeek... Ik was voorzitter geworden van de ondernemingsraad bij Stoutenbeek. Dat was toen sowieso, als je dus meer dan 100 mensen in dienst had, moest je een ondernemingsraad hebben. Ja, dat hadden wij, dus wij, en ik werd daar voorzitter van. Op een gegeven moment was het zo dat meneer Stoutenbeek mij riep en zegt: Jan, ik moet jou even spreken. En toen zei ik van nou, zakelijk of is dat de ondernemingsraad? Ja, nee, ondernemingsraad. Nou, ik zeg, dan neem ik mijn secretaris mee, want ja, zijn woord tegen mijn woord is altijd zo moeilijk. Hè? Nou, nee, dat was niet de bedoeling. Ik zeg, nou ja, dan heeft dat geen zin, want ik, dus kom ik niet. Maar dat groeide uit steeds meer. Iedere dag werd er steeds meer ruzie gemaakt. En uiteindelijk voelde ik me al, nou jongens, dit is meer dan zomaar een praatje voor de bühne, hè. Toen zei hij van, ik heb de zaak verkocht. Ik zeg, de zaak verkocht? Ja, ik zeg, die zaak is toch van ons, die is helemaal niet van jou. Want ja, ik vond in mijn ogen maar een grote lul, om het zo maar eens populair te zeggen. Ja, en die zaak was gewoon, die was van personeel. Want die personeel had die zaak groot gebracht, ja? Hij was een vlierenfluiter die, nou ja goed, ik zal me niet daar iets over uitweiden. Ik zeg, nou, ik denk als ik een pistool op mijn zak had, dan had ik hem helemaal kapot geschoten. Zo kwaad was ik. Ik was in alle staten. Hij heeft het verkocht aan Vendex. Ik zeg, oh, Vendex. Nou, hij zei van, ik zei van, ja. Wat heb je dan voor ons geregeld? Nee, alles is geregeld en alles... dat wordt overgenomen door Vendex. Ik zeg, ja, Wim dag. Ik zeg, het koop gaat echt niet door. Want wij geven een negatief advies. Als niet alles opgeschreven staat. Totdat een kopje koffie of de stofjas van de stofferen of weet ik het wat. Alles staat erop. Nou, wij hebben een lijst gemaakt namens de OR... En die hebben we dus toen overgedragen aan Wim Stoutenbeek. En Wim Stoutenbeek die zei, dat gebeurde gewoon niet. Dus ik werd ondertussen al bij meneer Dreesman geroepen. Meneer Dreesman die zei van, Jan Duin, ik moet jou hebben. Want ja, die prijs werd natuurlijk steeds minder hoog voor meneer Stoutenbeek. En ik zeg, nou ja, het koop gaat niet door. 31 augustus om 8 uur 's avonds... 31 december, 8 uur 's avonds, kreeg ik een getekende lijst hier. Met een eilbode, getekende lijst van door meneer Dreesman en door meneer Stoutenbeek ondertekend. Die lijst die wij hadden ingeleverd. Zo. Kijk. En toen kon het, dus het moest voor 31 december gebeuren. Ja. Na anderhalf jaar verkocht Vendex het bedrijf. Zonder één overleg. Hè. Ik weer naar meneer Dreesman. Inmiddels zat hij in een rolstoel, een verpleegster achter hem. En zo'n grote kantoor in zijn... Wat wil je wel, weet je? Die toon. Oh. Hij heeft het verkocht aan Macintosh. Dat is een bedrijf in Limburg. Nou, ik zat dus ook in de OR van Vendex. En ik zat dus...
in de OR van Vendex. En die zei van ja, dat kan zomaar niet. Hè. Uiteindelijk verkocht McIntosh die zaak aan een keukenmagnaat. Nou, en toen had ik er zo de balen van. Die keukenmagnaat, die wilde mij niet hebben in het bedrijf. Want die voelde natuurlijk al lang al, Jan Duin was een kwade genius. En is die zo. Maar dat is al binnen, laten we zeggen, 3,5 jaar gebeurd. En dat is de toon van de kapitalisme. Die ging niet over de mensen, die gingen gewoon maar... Oh. Wim Stoutenbeek vertrok naar het zuiden, verkocht met zijn gezinnetje. Die dacht, bekijk het maar. En dus we werden overgeleverd uit het kapitalisme. En toen ben ik eigenlijk wel ongelooflijk nog socialistischer geworden als dat ik al was. Als inborst. Dus toen heb ik me weer kandidaat gesteld namens de Partij van de Arbeid. Ik stond niet op de verkiesbare plaats, maar ik heb door een persoonlijke actie 445 voorkeurstemmen gehad en toen werd ik gekozen. Dan heb ik 8 jaar in de raad gezeten. Ja, zo. Ja. Dus ik heb totaal 16 jaar in de gemeenteraad gezeten. Kijk. Eerst als jongere en toen later als ouder. Nou, mooi. Fantastische tijd. Ja. Ja, dus ja, dat is bijzonder hoor. Ja. Nou Jan, de tijd zit er alweer op. Ja. Het is heel snel gegaan. Ja. We hebben veel besproken. Ja. Ik wil je bedanken voor je uitnodiging en tijd. Nou, graag gedaan. En ik wens je nog al het goeds toe. Dank je. Dank je. Graag gedaan. Jij bedankt voor de interview. Graag gedaan.